Van half april tot eind juni worden ze geboren. Misschien wel de mooiste, boeiendste, slimste wilde dieren van ons land. Reeën. Waar mensen wonen, leven ook reeën. Kampioenen in verstoppen en altijd op hun hoede. Maar wel altijd in de buurt. Want overal waar wij komen, zijn zij ook. En om ze te zien, hoef je soms alleen maar goed te kijken. Reeën. Zo aaibaar dat je bijna zou vergeten dat het wilde dieren zijn. En wilde dieren horen niet in een hokje. Die horen niet uit een pannetje te drinken. Stichting Reeënopvang Nederland had in dit geval geen keus. Deze diertjes zijn binnengebracht door mensen die dachten dat ze gered moesten worden. Reekalfjes lijken vaak alleen en hulpbehoevend. Soms hoor je ze ook nog fiepen, roepen om hun moeder. Maar dat is normaal gedrag. En het betekent niet dat ze verlaten zijn. De moeder is bijna altijd in de buurt. Als er gevaar dreigt, verstopt ze zich en drukken de kalfjes zich tegen de grond. Tijdens een wandeling kan je ze tegenkomen. Maar dan moet je ze echt met rust laten. Neem ze nooit mee. Haal nooit dieren uit de natuur. Het is niet alleen strafbaar, maar al is je bedoeling nog zo goed, je veroorzaakt enorme stress. En vaak onherstelbaar leed. Want als een reekalfje eenmaal door mensen is aangeraakt en weggehaald, kan het nooit meer terug naar de moeder. Als u denkt dat een kalfje echt hulp nodig heeft, misschien wel gewond is door hondenbeten of door een cyclomaaier, of verweest is geraakt omdat de moeder is doodgereden, zoek dan contact met de plaatselijke boswachter of de terreinbeheerder. Als je hen niet snel kunt bereiken, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde opvangcentrum, aangesloten bij de Stichting Reeënopvang Nederland. De Stichting Reeënopvang Nederland heeft een netwerk van opvangcentra door het hele land. Deze centra zijn gespecialiseerd in het transport, verzorging en weer in de natuur uitzetten van reewild en hebben daarvoor de benodigde ontheffing. Als de kalfjes niet te zwaar gewond zijn, dan lukt het bijna altijd om ze groot te brengen en ze met succes terug te zetten in de natuur. Deze kalfjes gaan het wel redden, maar ze zullen hun moeder nooit meer terugzien. En dat was niet nodig geweest. Want bedenk dat een reekalfje bijna nooit verlaten is door de moeder. Raak ze nooit aan. Neem ze nooit mee. Laat reekalfjes met rust.